Onder het motto Never Change a Winning Team dezelfde elf als vorige week. Weliswaar in een iets andere veldbezetting. Zo heeft Edwin Grunholz zijn ploeg in het groen de wei ingestuurd tegen een van de kampioenskandidaten in de derde divisie, Jong Vitesse. En dat is een makkelijk voetballende ploeg, dat zien we hier. Deze bal gaat voorlangs. Misschien wel een beetje mazzel voor Westlandia dat de spelers uit het eerste er niet bij zijn. Het elftal kon niet aangevuld worden, want Vitesse 1 speelt vanmiddag ook tegen Ajax. Oppassen nu voor de Arnhemmers. Jetzel Marques mist de juiste scherpte. Ik zei het al, deze ploeg voetbalt heel makkelijk. Staan niet voor niets zo hoog natuurlijk. Alleen in de positie nog niet goed genoeg. Ploeg getraind door Jozef Oosting. Dat is een man uit Drenthe. Was ooit trainer bij WKE, dat toen van Rijnsburgse Boys won om het landskampioenschap. Overtreding, dus de vrije trap. Voor de ploeg die het spel maakt op de hoge bomen, gek genoeg. De vrije trap. Voor die jonge gasten uit Arnhem in de handen van de doelman, Edgar Leerdam. Van de Knaap. Tiegem. Zoekt de combinatie, loopt dan zelf door. Dit moet hem worden. Goed gekiept. Van Tornes. Dispensatiespeler, man is in de 30. Is de enige. Boven de 23. Slot vanuit de tweede lijn. Onder het motto, niet geschoten, altijd mis. Gaat over de goal. Tweede helft. Leerdam, wat doe je daar? Gapen de doelman, het zal toch niet gebeuren? Oh, la la la, onderkant lat naar buiten. Daar komt de ploeg van Grunholz goed weg. En dan is weg, is ook maar weg. Gevaar nog niet geweken. Kunnen de Westlanders eruit komen met een lange bal? Ja, dat kan. Dat gaat lukken. Op de omschakeling nu Westlandia. Om je heen kijken, om je heen kijken. Juist, dit is goed gedaan. Nu moet je uithalen en dan gaat hij net voor Westlandia langs de verkeerde kant van de paal. Brandon Tiegem. Goeie poging. Dat zeer zeker. Vrije trap voor de Westlanders. Ha. Naast me, je springen ze al op. Maar het was toch echt het zijnet. Dus blijft het 0-0. Ik denk een uitslag waar Westlandia wel mee kan leven. Westlandia heeft nog wat punten nodig om echt veilig te geraken. Nou, nu moet je het overzicht houden. Ah, die gaat ons ver naar de buitenkant voor Van Meel. En daar gaat er toch in. Jongen, 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 wat een jongensdroom. De invaller, eigenlijk nog A-junior. Gisteren was onder 19 afgelast. Dus heeft hij vandaag best veel speelminuten van Edwin Grunholz. Talentvolle voetballer, komt van DHC. En hij doet dit goed hoor. Houdt het overzicht. En lekker ingeschoten. En zo leidt Westlandia met 1-0. Na een prima uitgevoerde counter. Zo kan je het ook zien natuurlijk. Jong Vitesse, dat speelt beter, is technisch. Ja, weer een overname, weer iets op de omschakeling proberen nu. Dit moet de tweede goal gaan opleveren voor de ploeg van Edwin Grunholz. Halen! Wat een lijn afgehaald. Het zal toch... Het loopt door, het loopt door. Ja, hij zit erin. In de touw, het is 2-0. El Salahadini. Die een uitstekende wedstrijd bekroont. Met een treffer en de tweede voor Westlandia. Hier wordt hij nog weggehaald. En dan komt die bal terug. En dan zegt hij bam, boom, in de touwen. En is het 2-0. En lijkt de buik binnen voor de ploeg van Edwin Grunholz. Nou, er kan nog meer bij hoor, wat de Westlanders betreft. De benen van de keeper. Voorkomen een derde treffer voor Westlandia. Nu is het oppassen geblazen. De corner. Martijn Bedden.
En dan wordt hij raakgekopt. Ja. Dan zit hij er gewoon in. Jesse Schuurman. Zorgt voor de aansluitingstreffer. Voor de kampioenskandidaat uit deze corner. En dan is er vertwijfeling. Keeper en verdedigers kijken elkaar aan. En krijgen we nog een paar hachelijke momenten. Billen knijpen voor deze trainer. Zo tactisch goed gespeeld. Zo'n lekkere voorsprong. En nu vlak voor tijd nog in de problemen. Het zal de Westlanders toch niet overkomen, zeker? Die corner overleven. Dat is één. Die bal moet weg. Die bal moet daar weg. Nou is het oppassen geblazen. De bal gaat naast. Westlandia wint met 2-1 van Jong Vitesse. En wat een lekkere invalbeurt voor Guillaume van Mil. Zeker, vooral dat je weer ook minuten krijgt van de trainer. Dat je er weer vertrouwen in hebt en dat je dan nog een goaltje kan maken. Dat is helemaal natuurlijk fantastisch. Dus ja, een heerlijke pot ook dat we 2-1 winnen natuurlijk. Tegen de koploper Vitesse. Dus ja, dat zijn de 3 belangrijke punten voor ons. Wat valt die jongen van Mil eerlijk in, hè? Onbevangen. Terwijl hij wel de nodige opdrachtjes meegekregen had. Goed gedaan. Ja, maar Kiel is wel een talent bij ons, wisten we al. Zag wel dat hij nou echt wel op was. Dus hij heeft nog wat tijd nodig om zich te ontwikkelen. Maar hij brengt ook wat extra. Maar ik vond Brendan ook goed doen. Ik vond Sala het goed doen. Eigenlijk waren bij ons vandaag geen grote blunders of slechte personen.